Striptekenaar Martin Lodewijk verzorgt de openingsexpositie van het eerste stripmuseum in de stad. Hoe is dat voor u? Lekker dichtbij. Ja. Geboren en getogen. Echt wel. Als ik eraan gewend ben, zal het wel wat minder worden. Maar in het begin natuurlijk nieuwsgierig en vooral gaan kijken. Het ligt eraan hoe vaak ze mooie dingen hebben. Ja, ze hebben u. Onder andere hoop ik dus. Hè. Ja, we kennen allemaal de verhalen van Suske en Wiske en Kuifje. Ook de makers van deze strips krijgen een plekje in het museum. Als we het hebben over Suske en Wiske en we vertellen dat het vroeger een Vlaamse strip was, waarin Vlaams werd gesproken, wat wij als Nederlander moeilijk begrijpen, kun je onder die vitrine kun je een kindervitrine zien. En daar zie je Schanulleke, dat is dat popje van Wiske. En Schanulleke betekent in het Antwerps lenteuitje. Nou ja, dat soort weetjes komen kinderen dat weten, dus dat is dan hartstikke leuk. Maar daar blijft het niet bij. Rotterdam krijgt haar eigen Gotham City. Die hele zaal wordt veranderd in Rotterdam City. Een beetje een duistere variant van Rotterdam. En er is een probleem, want er zijn superschurken en die zijn de Euromast aan het omduwen. Ja, en Superman vraagt je hulp in, want hij kan het niet alleen. En kinderen kunnen dan door allerlei testjes en spelletjes doen en 8 stappen zichzelf ontwikkelen als superheld. En de eindstrijd aangaan en de superschurk verslaan. Nou. Alleen maar kinderen? Ja, ik ben bang, want we hebben ook elders in het museum komt bijvoorbeeld het geldpaleis van Dagobert Duck. Weet wel, dat zwembad met die munten, dat is eigenlijk een soort ballenbak. Nou, toen we dat idee vertelden, zeiden al meteen een aantal volwassenen, ja, maar daar duik ik ook in.